Een transformatie van deze schaal vraagt om heldere en eenvoudige communicatie. Daarom is er één centraal persoon aanspreekpunt voor omwonenden en ondernemers. Voor alle betrokkenen zullen er informatieavonden en klankbordgroepen worden georganiseerd. Bouwoverlast wordt tot een minimum beperkt. Het woongenot van de directe omgeving dient gewaarborgd te blijven. Het foodcenter blijft functioneren en bereikbaar voor alle klanten tijdens de herontwikkeling. De parkmanager stelt een basisdienstenpakket samen met als doel de veiligheid en leefbaarheid van het terrein te waarborgen. Daarnaast kunnen ondernemers desgewenst aanvullende diensten inkopen bij de parkmanager. De parkmanager overlegt periodiek met de ondernemers of de diensten op het gewenste niveau zijn.